In deze video geven wij u een samenvatting van de resultaten van het 27e beleggersonderzoek van JLL. Voor dit onderzoek hebben nationale en internationale beleggers hun visie voor de komende 2 jaar gedeeld. Geanalyseerd door JLL hebben we inzicht gekregen in de toekomstige beleggingsstrategieën van deze beleggers. De ondervraagde beleggers bezitten gezamenlijk voor 53,4 miljard euro aan Nederlands vastgoed. Ongeveer 45% is residential, gevolgd door ongeveer 29% van de office sector. Deze investeerders willen de komende 2 jaar 2,4 miljard euro aan vastgoed verkopen. De geplande verkopen hebben voornamelijk betrekking op de sectoren retail en offices. Natuurlijk zullen ze ook kopen. JLL analyseerde dat ongeveer 10,3 miljard euro aan vastgoed zal worden verworven. De resultaten laten een netto-groei van 7,9 miljard euro zien. Acquisitiestrategieën zullen zich voornamelijk richten op de alternative sector en industrial en logistics sector. Deze sectoren laten de sterkste netto-groei zien van respectievelijk 73 en 33%. De ondervraagde beleggers verwachten de meeste waardegroei te zien in de sectoren offices en industrial en logistics. Zij verwachten dat deze groei met name wordt gedreven door huurgroei. Dit als gevolg van de toenemende schaarste op de gebruikersmarkt. De grote verwachte veranderingen volgens de ondervraagde beleggers. In vergelijking met voorgaande jaren zijn de ondervraagde beleggers van plan hun vastgoedportefeuille met 15% te vergroten ten opzichte van gemiddeld 10% in de afgelopen paar jaar. De huidige lage rente en de stabiele huurinkomsten zullen de meest positieve impact hebben op de vastgoedbeleggingsmarkt. Aan de andere kant zien de ondervraagde beleggers de mogelijk oplopende rente als mogelijk uitdagende veranderingen voor de vastgoedbeleggingsmarkt. Als we naar de resultaten kijken, zien we positieve vooruitzichten voor de komende 2 jaar. We kunnen een aanhoudende investeringsdruk verwachten in 2019 en 2020.